Hey mensen, top dat jullie bekijken. Hey, zoals jullie zien is hier echt een beetje een ijzerhoop aan het worden. Kijk, daar in de hoek ligt allemaal zooi, daar verderop ligt ook nog allerlei troep. Er moet een keer geruimd worden, want dit kan eigenlijk zo niet langer. Dus ja, dat moest ik vandaag gaan doen. Het is niet zo lekker weer. Ik heb wel iets handigs opgehaald, speciaal daarvoor. Gaan we dadelijk kijken. Kijk hier, verstopt tussen alle rommel. De heftruck, die heeft al een hele tijd niet meer gelopen. Maar ik heb hem dadelijk wel echt nodig om meteen een ander aan de kant te zetten. Eens kijken of er nog leven in zit. Zo. De accupol die was er in ieder geval af. Dus een beetje geluk zit er nog wel stroom in. Zo. Spinnenwebben. Dat is een benzine. Dus ik zet de suiker op. Nou. Ja, de startmotor is een beetje muug. Het is niet alleen de accu. Ik denk dat dit niet zo makkelijk gaat worden. Even twee. Andere accu. Zo, kijk eens aan. Eens kijken of dat verschil maakt. Die is vol hoor, die accu. Domme. Erg. Dat is de startmotor. Die. En die moet eruit. Heel belangrijk als je de startmotor eraf gaat halen. Eerst even de accu losmaken. Zo. Deze dikke pluskabel namelijk. Die gaat recht naar de startmotor. Dus als je daar met je sleutel aan komt om los te draaien. En je komt ergens tegen het blik van jouw machine aan. Fik zo heel je sleutel af. Daarom. Even losmaken. Nou hebben we al een beetje beter zicht, hè? Kijk, hier ligt het motorblok. Het koppelingshuis. En daar de versnellingsbak. Daar zit hij, de startmotor. Dat is die dikke pluskabel wat ik jullie vertelde. Kijk, die loopt recht naar de accu. Oh, gelukkig is de accupol los. Zo. Uppatee. De patiënt. Hoe werkt nou zo'n startmotor? Nou, dit deel is eigenlijk de startmotor. Dat is gewoon een dikke elektromotor. Dit hier. Dat is een startrelet. Die heeft een aantal aansluitingen. Deze die zat aan de plus van de accu. Deze die zit aan de plus van de motor. Dus op het moment dat ik hier plus op zet, dan gaat die motor draaien. En deze. Deze is de signaaldraad. Op het moment dat ik hier plus op zet, dan wordt die spoel die hierin zit bekrachtigd. Die trekt hier aan een hendel. En door die hendel schuift deze naar voren. En op het moment dat dus deze naar achter wordt getrokken, daar, maakt die hier ook nog een contact tussen deze twee. Dus dan wordt de plus van de startmotor verbonden met de plus van de accu. En dan gaat deze motor dus draaien. Dus op het moment dat hij naar voren toe klikt, wordt deze bekrachtigd. En dan gaat hij dus starten. Nou, dat deeltje dat hier naar voren toe komt, dat noemen we de bendix. En de bendix die heeft een ronsel, een klein tandwieltje, zoals je hier kunt zien. En die grijpt in op de startkrans van de motor. De startkrans die zit aan het vliegwiel. Dus hij schuift in de startkrans. Hij gaat starten. De motor gooit rond. De motor slaat aan, op het moment stop je met starten, klik, gaat hij weer terug naar achteren. De motor blijft draaien, brrr, dat is het. Zo werkt dat. Maar deze die heeft dus niet genoeg kracht. We zullen eens even kijken of we dat kunnen zien als ik hem laat draaien nu. Nou, om te testen hebben we natuurlijk allereerst de massa nodig. Deze zit met de minpol van mijn accu verbonden. Een plus natuurlijk. Want die koppel ik daaraan. Nou, er gebeurt nu nog niks.
Want dit relais wordt nog niet bekrachtigd. En daarvoor moet ik hier dit stekkertje, daar moet dan plus op komen. Kijk, en dan kan ik met mijn schroevendraaier zo bij. En dan gaat hij dus draaien. Kijk, je ziet ook dat hij naar voren toe schiet, hè? Kijk. Maar ik vind dat hij heel weinig kracht heeft. Nou, wat kan nou een euvel zijn dat hij zo langzaam ronddraait? Dat kan natuurlijk zijn dat die contacten hier binnenin zitten te veel weerstand geven. Ja, dan draait die motor natuurlijk niet hard genoeg. Maar dat kunnen we makkelijk testen. Dan sluit ik gelijk de plus hierop aan. Dan gaat hij meteen draaien. Nou, je hoort dat wel. Dat maakt eigenlijk geen verschil. Dat is veel te zwak. Er zit iets mis in de motor. Nou, we zullen hem eens uit elkaar halen. Ja, eens inkijken. Hij ligt uit elkaar. Hier zien we het startrelais. Kijk, op het moment dat hij wordt aangetrokken, dan gaat deze naar binnen. En dit hefboompje die drukt de bendix naar voren. Zo, zie je dat? Maar hier gaat het om. De startmotor zelf. Dat is een borgplaatje. Kijk, hier achterin zien we de koolborstels zitten. Het zou best kunnen dat er wat wikkelingen kapot zijn en dat hij daarom zo weinig kracht heeft. Maar wat ook nog zou kunnen, kijk, je ziet hier allemaal oxidatie. En dat zorgt natuurlijk voor weerstand. Kijk, je startmotor die zit met dit aluminium onderdeel vastgeschroefd tegen het motorblok. Dus die krijgt zijn massa via zijn bevestiging. Nou, die stroom die moet dus langs deze rand, hier zo, en dan nog hier. En dan via deze naar de koolborstels. Het zou best kunnen dat hij daar te veel weerstand heeft. En dat hij daarom dus zo langzaam draait. Dus het eerste wat ik ga proberen is dit gewoon even allemaal oppoetsen. Schoonmaken. De boel terug in elkaar zetten. En kijken hoe het hij dan draait. Nou, de boel toch zo ver uit elkaar ligt. Dan kan ik net zo goed meteen even de collector al poetsen. Op dit oppervlak wat je hier ziet, daar lopen de koolborstels overheen en die geven stroom door aan de rotor. Beetje polijstmiddel. Hoppatee. Eens even oppoetsen. Dat ziet er al heel anders uit. Ik weet niet hoe goed dat die poets eigenlijk glijdt, dus hoppatee. Doen we er even met contactreiniger. Dat is schoon. Moment van de waarheid. Hij draait wel iets sneller, maar ik vind het nog steeds niet geweldig. Maar ik ga hem toch even terugzetten om te kijken hoe het hij nou doet. Accupolen erop. Nou, ik ben benieuwd. Ik vond het zelf eigenlijk vies tegenvallen. Eens kijken wat hij doet. Ah, hey. Zelfde accu. Maar wel een opgepoetste startmotor. Choke drop.
ga ik toch nog iets opruimen. Nou mensen, alles is niet helemaal volgens plan verlopen. Maar de ijzerbak staat op zijn plek. De boel is opgeruimd, de heftruck start weer. Kunnen we de volgende keer weer iets boeiends gaan doen. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende!